Hallo mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Like alvast even en abonneer hier beneden op mijn YouTube kanaal. En volg me op Instagram, linkje zal in de beschrijving staan. En ik heet Arend W2003, volg me zeker allemaal even. Dan gaan we nu beginnen met de video. Deze video gaat over de storm Dennis die morgen in Nederland komt. En ja, laten we even gaan kijken. Let's go. We hebben hier een video van de storm Dennis op het strand van Florida. En deze video is van 2010. Dus het is al een behoorlijk tijdje geleden. Maar ja, gaan even kijken. Op zich, dit is, valt nog wel mee, vind ik. Maar ja, het zal, ik denk dat het in Nederland sowieso wel minder erg is. Veel minder erg, denk ik. Als je ziet deze bomen, holy shit. Kijk die bomen dan, dat bovenste stukje hier, dat waait bijna om zo lang. What the hell. Wat doet deze man? Wat een dombo jongens. Kijk dan, wat een dombo. Kijk dan, hij blijft er mooi staan, hij kijkt zo van, huh. Hij kijkt echt zo, hey, water. Oh, oké, okay. Ach, wat boeit het. Kijk hem dan. Oh, oh, oh. Oh. Volgens mij doen ze het gewoon expres. Maar dit is toch abnormaal, man. Kijk dan. Dat water komt er gewoon helemaal doorheen. Dan staat er wel behoorlijk wat wind inderdaad. Wat? Ik vind het volgens mij gewoon leuk of zo. Want ze staan er ook gewoon zo bij van... Wow, yo! Doe die hele fucking... Dit hele stuk. Kijk dan. Wat? Volgens mij doen ze het gewoon expres. Want ze blijven ook gewoon lekker staan. Ze willen gewoon even lekker uitwaaien. Yo, dit ziet er echt ziek uit trouwens. Was dit niet wat we net ook zagen? Volgens mij wel. Volgens mij is het een herhaling, maar ja, maakt niet uit. Er komt een auto aan. En de rest. Oh, ja. Nou, bijzonder een auto. Zo, dit water gaat ook gewoon helemaal over de weg heen. Zit er trouwens ook in een auto. Als jullie goed zien... kijken, sorry, goed Nederlands, Arjen. Maar als jullie goed kijken, dan zie je ook zo'n ruitenwisser er soms voor langskomen. Dus ze zitten zelf ook in een auto. De hel jongen, dat komt gewoon allemaal. Oh, hij rijdt door water, ja. Wat ligt hier allemaal? Allemaal gras ligt er gewoon op de weg. Wat? En allemaal weggewaaid of zo. Ja, hier is gewoon de hele straat overstroomd. Ja, stop. Kijk jongens. Stop. Stop hier, hè. Even stoppen. Je kan ook niet hier snel hier, dus je stopt sowieso wel. Wie gaat nou naar buiten met een fucking overstroming? Dat is toch niet slim? Blijf gewoon lekker binnen, mensen. Ga gewoon lekker gamen op iets. Doe wat. Ja, dit is niet zo... Heel bijzonder. Oké, laat maar. Dit is wel bijzonder. Fuck, jongen. Die... Van een zieke overstroming. Oh, what? What the hell? Wat? Zie dit dan? Die hele stroompaal. Maar joh, dat ziet er best wel vet uit. En dan hebben ze daar in Florida allemaal geen stroom meer, wedden? Ja, het zal wat meevallen, denk ik, maar... Joh, dat ziet er wel echt vet uit. Ook gewoon de hele tijd, hè. Dat krijg je dus als het zo stond weer is. Je hoort ook zo'n geluid of zo, zo'n boek. Oh, wat is dit? Wat is dit? Hè? Trouwens mensen, hoe was jullie dag? Ik hoef vandaag geen folders, want ik heb folders gisteren eigenlijk al gedaan. Dus dat is best nice. Dus ik ben vanmiddag lekker vrij. Ik heb vanochtend nog wel even gewerkt. Ergens anders. Geen folders. Maar ja. Wat gaan jullie in de vakantie doen jongens? Laat het hier beneden weten of jullie nog iets leuks in de vakantie gaan doen. En ja, dan gaan we nu verder kijken. Let's go. Moet je op het dak jongen. What the hell? Wat is dit? Is dit een boot of iets? Wat is dit er bovenop joh? Dat is toch geen boot? Ja, weer die overstromingen. Dat heb ik nu al gekeken. Bekeken. Ja, dat is toch zo. Ja, oké.
Wat? Dit is toch een jetski, of niet? Pardon jongens, sorry. Dat moest er echt even uit. Dit is toch een jetski? Volgens mij is dit een jetski, maar... Huh? Die zit gewoon boven het water. Wat? Hoe dan? Oké, ik snap dit niet. Zal wel... Oh, hier is een waterleiding geknapt, volgens mij, zo te zien. What? Niet zoveel bijzonders. Dit is gewoon wat. Oké. Nou, jongens. Ga nu naar de volgende video. Let's go. Nou, jongens, dit is de... ook hetzelfde logo als de Telegraaf van Nederland, volgens mij. Maar dit is de Telegraaf in de UK, dat is Engeland. Ja, United Kingdom is dat, als het goed is. En ja, kijk, ze zijn dus prepare aan het voorbereiden op de storm Dennis. En ik weet niet precies wat ze hier nou aan het aansluiten zijn. Ja, volgens mij proberen ze dan als de storm er is gewoon het water in dit meer te pompen. Ja, nou, dit boeit niet zoveel wat iemand al allemaal te zeggen heeft eigenlijk. Ze zetten zelfs zandzakken neer. Voor de mensen die het niet weten, dat is om water tegen te houden. Dat het zeg maar niet tegen die muur aankomt. Tegen deze muur aankomt. En ja. Oké, dat is geen goede uitleg. Ik weet het eigenlijk niet waarom zandzakken. Gewoon om het water tegen te houden dat het niet helemaal het huis instroomt. Waarschijnlijk. Dat is dus de bedoeling daarvan. In ieder geval, we gaan verder kijken. Nou, deze maatregel hoeven ze echt niet in Nederland te nemen, neem ik aan. Meestal hier in Nederland valt het wel wat mee allemaal, jongens. Niet te bang worden hoor, het valt wel wat mee. Volgens mij de laatste keer dat hier een overstroming is geweest, is ook al heel lang geleden. Dus. Ja, het was... Ja, het was hem. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie hem tof? Like dan zeker eventjes. Abonneer hier beneden op mijn YouTube kanaal als je deze video tof vond. Volg me op Instagram, jongens. ARMW2003 of klik op het linkje in de beschrijving. En heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... Laters!